Ik ben Jesse. Ik ben een van de 15 deelnemers van Kamp van Koningsbrugge. Ik heb helaas het einde niet gehaald. Ik heb enorm genoten van dit programma en dit is mijn terugblik. Waarom ben je naar huis gestuurd en hoe heb je dat ervaren? Ik was te traag met tas pakken, ja, klaarstaan. Ja, eigenlijk dingen die goed moeten zijn. Hè, dat ik daar gedurende de dagen dat ik er was, dat ik daar tegenaan liep. Ik moet zo snel mogelijk alles pakken. Dus is dit zo snel mogelijk of is het... Ik moet dit nog aantrekken. Moet je dat nog aantrekken? Oké. Okay. Het was uiteindelijk gewoon ontzettend terecht dat ik eruit werd gestuurd. Want ik was gewoon niet goed genoeg. Ja, ik vond het balen. Want ik heb wel alles gegeven. Maar ik kon die knop heel snel omzetten. Ja, was ook wel trots omdat ik dus alles heb gegeven. Welke opdracht is jou het meeste bijgebleven? Ik denk dat de roeiopdracht is geweest. Ik vond het eigenlijk wel geweldig dat je iedereen daar tegenkomt. Hè, hoe die echt is. Iedereen wil het beste voor het team. En dat komt er heel anders uit per persoon. Bij zo'n nacht moest iedereen in hetzelfde tempo roeien. Als jij één keer verzaakt, dan moet iemand anders dat voor jou oppakken. En dat iedereen vol voor het team is gegaan. En daar ben ik wel echt trots op. Wat bij jou waarschijnlijk in je geheugen gegrift staat, zijn de navigatieopdrachten. Hoe kijk je daarop terug? Ik wist niet zo goed wat ik moest doen met de tijd. Ik wilde het afmaken, maar wist ook wel van, ze zeiden 5 uur. En op een gegeven moment dacht ik, nou, stel dat die punten, dat mensen zijn, dan moet je die mensen redden. En dan moet je daar vol voor gaan. Of je de helikopter dan mist, ja, dat is het dan. Heb je daar goed over nagedacht? Ik wist niet wat prioriteit had. Ik heb een fout gemaakt, dat realiseer ik me. Ja, ik heb er goed over nagedacht en toen zelf de keuze gemaakt. Dus daar heb ik geen spijt van. Wat ga je nooit meer vergeten? Het vetste vond ik misschien op die boot, hè, dat we zo keihard gingen door het water en dan en daar van afspringen. Wel echt het vetste wat ik in ieder geval de afgelopen jaren heb gedaan. Wat heb je geleerd tijdens jouw deelname aan Kamp van Koningsbrugge? Waar ik het meest aan heb, dat je als persoon echt zoveel kan doen. In één dag, in een uur. Het tempo waar we als mensen normaal gesproken dingen doen, dat eigenlijk bullshit is. En dat je gewoon, als je iets echt wil, dat je enorm veel dingen voor elkaar krijgt. Zelfs met slaaptekort en enorme vermoeidheid. Ja, daar heb ik wel echt heel veel aan gehad, denk ik. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie net zoveel hebben genoten van Kamp van Koningsbrugge als dat ik heb gedaan tijdens de dagen dat ik er was. Wil je nu meer weten? Kijk dan op de Instagram van Kamp van Koningsbrugge. En tot ziens!